Leven is onzeker. En om toch een beetje grip op de toekomst te krijgen. roepen we deze week de hulp in van Flevolanders. die daar misschien net iets meer zicht op hebben. En vandaag hebben we bezoek van Suzanne van Eert uit Emmeloord. En zij is astroloog. Goedemiddag. Hallo. Ja, je wilde specifiek benadrukken. dat je geen waarzegger bent. Nee. Nee, wat, wat is daar het misverstand over? Um... Nou, weet je waar zeggen, dan denk je ook meteen dat het dingen echt kan voorspellen. Weet je, want soms, je ziet wel eens horoscopen in kranten staan, nou, je hebt een geluksweek of je wint een loterij. Nou, dat is niet de astrologie waar we ons mee bezighouden. Wij kijken veel meer naar de planeten, de stand van de planeten van het geboortemoment. En die volgen wij eigenlijk. Dus uh, het is veel breder dan dat. En door die standen te gaan volgen, de planeten maken een cyclus... Uh, uh, zie je dus dat dingen terugkeren, dat, dat er patronen zijn. Maar je kan nooit zeggen, nou, dit gaat gebeuren. Wel, oké, okay, dit is misschien de tendens. Of dit is, dit is, er zit een spanning, bijvoorbeeld. Dat soort dingen wel. Ja, want uh, astrologie, uh, het is ja. een ingewikkeld iets. Het heeft ja. met sterren te maken, wat je zegt. Maar uh, hoe zit het nou precies? Nou, uh, waar we naar kijken... Ik, ik ga, moet ik even kort uitleggen. Hè? Dat kan natuurlijk nooit kort. Nee, nee. nee dat is natuurlijk al. Nou, um, kijk, iedereen kent waarschijnlijk zijn sterrenbeeld wel. Dat noemen wij de astrologische teken van Diariem. En dat is de zon waar de zon staat op het moment van je geboorte. Dus we hebben ons zonnestelsel met alle planeten. Tot en met Pluto. Pluto doet ook mee, is eigenlijk een dwergplaneet, maar de astrologen zeggen: je doet wel mee, je hoort wel bij de grote jongens. En die, uh, aan de achterkant, aan de achtergrond, zie je eigenlijk een band van sterren. Dat zijn vaste sterren en dat zijn de sterrenbeelden. Dus bijvoorbeeld Raam, en dan heb je Stier. Nou, ga alle sterrenbeelden maar af. Op het moment dat je geboren bent, en je zou een foto maken van de hemel. Uh, dat kan je in kaart brengen, in een soort gestileerde kaart. Yeah. En waar de zon staat voor het sterrenbeeld, ja, het wordt een beetje een uh, abstract verhaal oh. misschien, maar waar de zon staat voor het sterrenbeeld, dat is jouw, dat is jouw sterrenbeeld. Ja, dus ik ben een schorpioen, ik ben ja. op 1 november geboren, dus toen stond de zon voor het sterrenbeeld schorpioen. Precies. En daarom ben jij dus een schorpioen, ben ik een tweeling en jij een, nou ja. Ja, maar dan is de volgende vraag natuurlijk: waarom is die informatie relevant? Ja, nou, dit is, dit is alleen de zon. Alle planeten doen mee. Dus en ook alle sterrenbeelden, tekens van de dierenriem, doen mee in je horoscoop. Dus het is niet alleen de zon, het gaat om het hele zonnestelsel. En eigenlijk door de eeuwen heen hebben mensen die, die planeten gevolgd. Nou, als je kijkt naar 8000 jaar geleden, zagen ze bijvoorbeeld uh, Mars, dus een knalrooie planeet. Nou, die zagen ze aan de hemel staan. En ze hadden op een gegeven moment door als Mars een bepaalde stand maakt. Aan de hemel is het volk wat onrustig, gebeurt er wat. Hey, dat is een mooi moment om een ander volk binnen te vallen. Dus dat is eigenlijk de oorsprong van de astrologie. En je kan het nog praktischer maken, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de maan. Nou, je hebt, uh, uh, Als je biologisch dynamisch uh, boeren hebt, die kijken ook naar de stand van de maan. Wanneer je moet gaan zaaien. maan zorgt voor eppe vloed, zorgt ook voor een cyclus. Dus de maan is heel dichtbij, dus die is heel direct voelbaar. Sommige planeten zijn heel ver weg. En eigenlijk door de eeuwen heen, eigenlijk gelijk met de psychologie, is ook de astrologie heeft zich ontwikkeld. Dus aan de hand daarvan kunnen wij dus kijken van, hé, hey, wat doen nou die standen met jouw psyche? Wat gebeurt er in jou? Dus door die te volgen krijg je dus een, 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 een soort blauwdruk. Eigenlijk is de geboortehoroscoop een blauwdruk, een springplank van waar jij, met welke bril jij naar de wereld kijkt. Maar dan denk ik altijd, als je dus op hetzelfde moment bent geboren, dan heb je diezelfde spiegel. Nee. Nee, leuk. Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, dat is niet zo. Want uh, uh, als jij bijvoorbeeld in Lelystad wordt geboren en iemand anders wordt in Zuid-Afrika geboren op dezelfde tijd, dan heb je een heel ander uh, huizensysteem. Want de huizen dat zijn levensgebieden, dat wordt een heel technisch ja, verhaal dit. Dat is anders. Maar dat is ja. anders. Dat is gewoon compleet anders. Zelfs bij een tweeling waar zes minuten tussen zit, kunnen we een compleet andere horoscoop hebben. Um, hoe vaak kom je mensen tegen die zeggen: Dit is echt complete onzin wat je nu allemaal zit te verkondigen? Ja, <laughs> leuk. Ja. <laughs> Ja, die zijn er ook. Die zijn er zeker. Uh, ik merk wel dat het heel erg verandert. Want ik ben iets van, nou, ik weet eigenlijk niet eens precies. Ik denk een jaar of twaalf geleden hiermee begonnen. Nou, toen dacht ze echt, die is niet goed. En nu merk ik gewoon, ik denk misschien ook mede door de corona. Oh. dat er gewoon mensen zijn meer op zichzelf uh, teruggeworpen. Uh, er is veel meer interesse in. Dus ik, ik merk het ook. Ik geef ook les op de middelbare school. dat ook jongeren uh, heel veel interesse in hebben. Dus het komt voor, maar wel veel minder. Maar misschien ook omdat ik het zelf wat meer uitdraag. Dat dat misschien ook uh, mee te maken heeft hoor. En waarom was het to toen dan toch een reden voor jou om daar zo in te gaan duiken? Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo normaal was. Nee, de, ja. Uh, mijn moeder die is astroloog. En die uh, deed toen de opleiding bij Karen Haamaker in Amsterdam. En ik keek elke keer met haar mee. Dus en uh, elke vrijdag, ik studeerde nog, deed theaterschool in Zwolle. En dan kwam ik thuis en zei 'Mam, wat heb je allemaal geleerd? En dan zei mijn moeder, nou, moet je even meekijken. Dus dan kreeg ik weer een heel verhaal te horen. En op een gegeven moment keek ze me aan en zei ze, maar zus, waarom ga je het zelf niet doen? En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook een optie. Maar ik had bij Karen Haamaker. die is Echt een top-astroloog, maar het is heel erg college. Hè? Dus, uh, en ik, ik wil eigenlijk gewoon, uh, ik, ik moet ervaren, ik moet praten, ik moet sparren. Dat is ook een beetje tweeling-eigen, maar ik moet het gewoon uh, uitwisselen. En toen kwam ik bij Mageet Andriol via een mijn Mageet Andriol terecht. En toen kon ik daar, ben, ben ik daar begonnen met de opleiding, vierjarige opleiding. Hoe vaak moet jij tegen iemand zeggen: uh, Ja, wat er voor jou in de sterren geschreven staat eigenlijk? Uh, ja, het is allemaal een beetje treurig. <laughs> Super chatty ja. horen. Ja, ja, stop ja, met hem maar jouw mee. leven wordt het Nee, dat hoef ik nooit te zeggen. Want je duidt het eigenlijk neutraal. Want alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Alles heeft zijn, zijn kracht en zijn, en zijn valkuil. Een ram is heel impulsief, maar ook heel, heel intuïtief. Dus het is altijd twee kanten op. En als astroloog uh, ben je altijd in, in dialoog met degene die je voor je hebt. Want ik kan. Zoals ik al zei, ik kan geen toekomst voorspellen. Ik kan ook niet zeggen, zo ben je. Maar wel, hé, hey, ik zie deze patronen. Herken je dat in je leven? Of niet? Dus dat kan ook. En dat komt bijvoorbeeld, uh, soms komt het heel erg naar voren. Want iedereen heeft stukken in zijn leven waar, zeg maar, stenen op zijn gelegd. Dat je de karakter-eigenschappen hebt. Dat je ouders zegt: nou, dit is niet zo heel erg leuk. Hè? Dat kan wel wat subtieler. Nou, dan wordt er zeg maar een steen op het zaadje gelegd. En andere, er wordt flink water op gegoten. Er wordt een megaboom. Nou, die moet even gesnoeid worden. Maar hoe dat tot ontwikkeling is gekomen, dat weet je niet. Dus je moet altijd in dialoog met uh, de cliënt. En hoe, hoe zit dat nou? Als ik het nu, ja, ik, laat ik, stel dat ik vandaag uh, dan een consult bij jou doe. Ja. Uh, moet ik dat dan over tien jaar weer doen? Of weet ik dan genoeg voor over tien jaar nog steeds genoeg uit die uh, ene consult die ik vandaag heb gehad? Nou, wat ik bij die consult doe, is dat ik vooral kijk van wat speelt er nu. Want de planeten uh, van je geboortehoroscoop is een momentopname. Dus dat is echt. Uh, nou ja, als je een foto zou maken, je wordt geboren, je zou een foto maken. Je hebt dus die kaart, is een momentopname. Maar ze delen, ze gaan ook verder. Die planeten gaan ook door. Dus ik kijk ook welke invloed die planeten, welke hoeken ze maken met andere planeten. Die bereken ik, zeg maar. En uh, dus ik kijk wat er nu aan de orde is. Ik doe geen voorspellingen over, over jaren of weken of maanden. Ik heb soms wel de mensen zo in een crisis zitten met zichzelf of met de situatie of waar ze in zitten dat ik kan, kan kijken van hey, hoe lang duurt dit ongeveer dat kan ik gewoon heel duidelijk terughalen hoe, hoe vaak kijk je voor jezelf in de sterren uh, nou uh, regelmatig maar ik moet zeggen dat ik mijn eigen horoscoop het aller slechtste ken op een of ik heb er vier jaar lang mee gewerkt <laughs> die van mijn kind ken ik goed en mijn partner maar nou ja, van van mijn eigen horoscoop moet ik altijd weer even naar kijken uh, ik, heb, uh, ik ben vorig jaar een jaar lang overspannen geweest. En toen heb ik heel veel in die horoscoop gekeken. En toen zag ik ook: oh, dit is er gaande. En dat gaf mij op dat moment rust, want ik wist: dit gaat weer over. En dat is dus het mooie in astrologie: alles heeft een cyclus, dus alles gaat ook weer voorbij. Het komt en het gaat. Ja, dus met astrologie toch weer wat meer grip op je leven, dat ja. is het. Ja. Ja. Uh, nou, bedankt dat je ons eventjes hebt mee willen nemen in die wereld van astrologie. Ja, uh, we lezen ja. in ieder geval die horoscoop in de krant heel anders, veel te algemeen. Ja, dat Daar is, moet je dat is, mee nee. Doen. Nee. nee. Nee, dat is jammer, want ik zou een liefde van mijn leven <laughs> tegenkomen, maar helaas. Oh, helaas, dan ga je niet. dromen. Ja. Ja. Uh, dankjewel dat je er even bij was hier, Suzanne van Eert uit Emmeloord. Uh, van het uh, sterrenspel, het ja, sterrenspel. Ja, dan het ja. je op je website. Ja www.hetsterrenspel.nl En je kan me ook vinden op Facebook, Instagram en op Spotify heb ik een podcast. Heel goed, we gaan luisteren. Leuk, dank Dankjewel, je. Dank wel, Susan. Doeg.